De gemeenteraad van Nijmegen stemde onlangs in met een verbod op al het consumentenvuurwerk. Maar in de gemeente rondom de stad mag er op Oudjaarsnacht nog volop worden geknald. Zoals bijvoorbeeld in Wijchen. Nee, dat hoeft hier niet. Hoeft niet dat knalvuurwerk, maar siervuurwerk wel. Dat is prachtig mooi. Als je iets gaat verbieden, gaan ze het toch ergens anders halen. Ja, wij blijven thuis. We hebben ook een hond die dat niet leuk vindt. Maar ja, daar houden we rekening mee. Nee, ik vind dat je wel een beetje met vuurwerk mag spelen, toch? Dat als het maar voorzichtig is, als je niks gaat opblazen, is het allemaal goed. Dus Nijmegen slaan ze door? Algemeen verbod? Ik vind het van wel. Jammer. Waarom mag dat niet? Als ze wel die vuurpijlen hebben die boven de huizen uitkomen, vind ik wel leuk. Nou, ik vind eigenlijk dat ze, als ze inderdaad op centrale punten vuurwerk afsteken, prima. Maar ik snap wel, met die hele gevaarlijke bommen bij wijze van spreken, dat je dat niet door iedereen moet laten afsteken. Als ze dan hele goede centrale plaatsen daarvoor doen, dan mag dat voor mij ook. Het mooiste als de gemeente een bepaald vuurwerk dan neer zou zetten. En al dat andere vuurwerk hoeft voor mij ook niet. Nee, hoeft ook niet. En dan hebben alle mensen er wat aan die tenminste willen gaan kijken, laat ik zo zeggen.